beste kijkers op dit YouTube-kanaal over de Veloretti Electric. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Erik Peters en we zagen het net al. Jawel, PostNL heeft zojuist een mooie grote doos gebracht met daarin mijn Ace 2 in de kleur Dune. Ik heb er precies 3 weken en 3 dagen op moeten wachten. Dus wat betreft de bestellingen destijds, waarvan de leeftijd 2 tot 3 weken was, die klopt precies. Helaas, we hebben het intussen al vernomen. Ik heb het de laatste keer ook al gezegd, is die wachttijd opgelopen naar 8 tot 10 weken. Ja, het is druk, de fiets is gewild, maar ik heb hem in huis. Wat ik nu ga doen is hem uit de doos halen. Ik heb de doos van tevoren aan alle kanten bekeken, gecontroleerd. Er zitten nergens deuken, butsen, beschadigingen of openingen in. Ik heb hem alvast aan de voorkant opengemaakt en dan gaan we nu kijken wat er allemaal in deze doos zit. Nou, daar gaan we. Om te beginnen zie ik al meteen dat het kettingslot en de AXA Defender Frame Lock losgeleverd zijn. Dus dat betekent dat deze er nog opgezet moet gaan worden. Ik loop af en toe uit beeld om een en ander weg te leggen. En ik heb het al gezien, ja, jullie zien het niet, maar ik zie het mooie witte spatbord al tevoorschijn komen hier. Wat hebben we nog meer? Even goed kijken. Dit zit allemaal in elkaar vast. Ik heb hier de fiets. Ik denk dat ik hem gewoon aan de achterkant, want de doos zegt open hier. En de achterkant van de Ace, die kijkt je hier meteen aan. Hij zit goed ingepakt aan alle kanten. Ik zie dat hij met verschillende stukken schuim ook nog ingepakt is. Dus ik ga nu proberen om hem uit de doos te krijgen. Het is een zware doos, jongens. En dan ga ik eens even kijken wat er gebeurt als ik hier aan trek. Ja, daar komt hij al. Kijk. Het principe is zo gemaakt dat je hem er dus gewoon uit kan schuiven. Het advies is ook, en dan komen we nu bij het spannende gedeelte aan, om de doos niet meteen helemaal kapot te scheuren. Want misschien hebben we hem nog wel nodig om hem terug te sturen. Ik hoop het niet. De Ace staat intussen bekend als een goed gekwalificeerde, geproduceerde fiets, handgemaakt in Portugal. De afgelopen weken is er nog een actie geweest door Veloretti om wat extra stappen te maken in de kwaliteitscontrole. Want ik weet niet of jullie het gelezen hebben op Facebook, er waren links en rechts toch nog wel wat klachten over de afwerking als het ging om de lak. Sommige fietsen waren beschadigd en moesten daardoor terug. Nu hoop ik niet dat dat bij mij ook het geval is. En dan gaan we nu achterkomen. Dus ik ga hem er nu helemaal uithalen. Kijk. Nou, je hebt al wat plak nodig om hem uit te pakken. Ik probeer het ook zo voorzichtig mogelijk te doen. Ik ben er bijna. Kijk. Hier is het pakket. En als het goed is, moet ik deze doos nou. Ah, dat doe ik toch niet helemaal handig. Oh, wacht, hier zitten allemaal losse dingen. Ja, kijk, wacht even. Voordat ik hem verder naar buiten trek. Hier heb ik een aparte doos. Daar zit het voorwiel in. Dus die zet ik even hier apart. Dat is het voorwiel. Goed ingepakt. Gaan we dadelijk kijken hoe dat daarmee voor staat. Ja. Ik heb hier nog wat beschermkarton. Oh ja, ik zie het al. Ja, dat valt nog heel wat uit te pakken. Hier zit nog een apart doosje. Veloretti. Leg ik even apart, gaan we zo bekijken. En dan kunnen we deze doos een beetje weg. En dan til ik hem heel voorzichtig op. En dan hebben we hem, als het goed is, zo in beeld.
Goed. Even kijken hoe dit zit. Aha, het zadel, inclusief zadelpen. Daarvan kan ik nu al verklappen dat ik die niet ga gebruiken. Want ik heb op mijn Ace One een verende zadelpen van Ergotec en een Brooks B17 zadel. En die wil ik toch heel graag op deze fiets zetten. Ik ga heel goed kijken nu of ik iets tegenkom op het eerste gezicht aan krasjes. Het ziet er allemaal goed uit. Het ziet er allemaal goed uit, mensen. Eens even kijken, hier zitten we nog. Dit is verder niks. Verpakkingsmateriaal. Het stuur. Nou, we zien ook dat het frame, het gedeelte waar de accu zit, de handvatten met de geïntegreerde knopjes goed verpakt zitten. Ik kijk even bij het display. Heel voorzichtig. Ik zie geen krasjes, ik zie helemaal niks. Hij zit er mooi in. Is mooi aangesloten. Ik zie hier sleuteltjes. Die zijn van de accu. Die zitten vast bij een tie-rapje. Nou, ik denk dat ik hem er heel voorzichtig nog eventjes onderuit haal. Zodat we in elk geval goed kunnen kijken met z'n allen. En om te voorkomen dat hij meteen krast, zet ik hem toch even op een stukje karton. Nou, dat is hem. Ja, ik vind de kleur magistraal mooi. Het is een, ik vind hem prachtig. Nou, de kleur Sand Dune is in elk geval een nieuwe kleur van Veloretti. En ik denk dat ze daar een hele goede slag mee hebben geslagen om nog een vierde kleur aan te bieden, want hij is werkelijk waar prachtig. Nou, ondertussen check ik eventjes op de vitale delen of ik krassen zie. En op het eerste oog, ja, is die toch wel heel erg netjes geleverd. Kijk meteen naar de spaken, of die er allemaal netjes in zitten. Op het eerste oog. Ah, nog een handleidingje. Attention, please read manual disc brakes instructions before usage. Gaan we doen. De standaard, dat is trouwens ook nog wel een mooi dingetje. Op heel veel fietsen zit standaard geen standaard. Nou, bij Veloretti in elk geval wel. En die is ook prima. Ja, dat is alvast heel erg mooi. Ja, de banden. Ze zijn niet helemaal knoep en knoephard opgepompt. Er moet dadelijk zelfs een beetje lucht uit, want het frame lock moet nog gemonteerd worden. En om dat er overheen te krijgen is het toch handig dat de lucht eruit is, zodat je wat makkelijker de draai kan maken. We gaan nu wel verder met de unboxing, want ik heb nog een doosje gezien. En dat staat achter mij. Dit staat goed. Dat was het voorwiel. En die ga ik wel eventjes uit zijn verpakking halen. Ik wil alles wel heel houden, maar dan moet ik niet zo beginnen. Mijn god, wat doe ik nu? Daar zat dus ook, en dat zijn jullie dan meteen voor gewaarschuwd, het spatbord bij en die klettert nu meteen op de grond en ik heb hartstikke veel mazzel, niks aan de hand, niks beschadigd, dankzij ook de verpakking hier ook weer. Ja, dat is ook in orde. Nou ja, hier is het dan, het voorwiel met de Shimano remschijf. En zoals jullie meteen al kunnen zien, de naaf waar straks de steekas doorheen gaat. En dat heeft als grote voordeel dat hij maar op één manier past en dat is altijd recht. Nou, ook het voorwiel is er. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is toch wel een voorwaarde om te kunnen fietsen. In de verpakking zit nog een doosje en daar staat op Veloretti Toolkit. En tada, daar zijn ze. De pedalen, links en rechts. Het staat ook weergegeven met een sticker, zodat je weet dat je aan de goede kant de pedaal er aan het opdraaien gaat.
Een steeksleuteltje. 15 en verschillende inbusjes. Er zitten er in totaal 4 in. En deze heb je dadelijk nodig om van alles vast te draaien. Dan hebben we daaronder nog een laag. Ik ga het even voorzichtig eruit halen. Pedalen. Steeksleutel. En nog 2 zwarte afdekdopjes. Dat kan ik even niet plaatsen, maar dat ga ik natuurlijk in de handleiding wel teruglezen. Dus die leg ik ook even apart. Net als het gedeelte met de inbussleutels. Dus dat leg ik even hier neer. En natuurlijk de oplader. Een 3-punts oplader om je batterij op te laden. Je kan hiermee rechtstreeks de fiets voeden. De accu kan er ook uit. En standaard zitten de sleuteltjes dus blijkbaar op het stuur. Dus die ga ik dadelijk als eerste even hier afhalen. De accu eruit halen en de accu een volledige oplaadbeurt geven. Want de accu's bij levering zitten niet 100% vol. Dus ik ga hem even een volledige oplaadbeurt geven. En dan check ik ook meteen of de indicatoren, de lampjes hierin, precies doen wat ze moeten doen. Namelijk op tijd aangeven dat de batterij vol zit. Wat je vooral namelijk niet moet doen met een accu is hem doorladen. Dus niet 's avonds naar bed gaan, accu erin. Want dan is hij na 3, 4, 5 uur helemaal vol. En jij slaapt vrolijk nog een paar uurtjes door. En dat is per definitie niet goed voor de batterij. Dus die hebben we hier. En ach, how cute. Daar zijn ze weer. De reflectortjes. En ja, wat dat betreft houdt Filoretti wel strak vol voor wat betreft zijn filosofie. Zij leveren een uitstekende fiets met behoorlijk wat dure componenten. Want vergis je niet, zo'n automatic en Violo shifter, zo'n Bafang middenmotor, maar ook die accu en nu ook het LCD kleurendisplay, dat zijn geen goedkope componenten. Dus ergens moet je, wil je een betaalbare fiets, hoewel 32,99, dat is toch een behoorlijk bedrag, moet je wel ergens op bezuinigen. Nou ja, wat we daaraan zien is dat er reflectortjes meegeleverd worden. En dat komt omdat er geen reflecterende strip in de band zit. Dat was bij de Ace One ook niet. Maar die bandjes waren toen ook nog maar 47 mm breed. En ja, dat waren best wel ulige bandjes. En die zorgden er ook voor dat je niet heel comfortabel op die fiets zat. Dat is ook de reden dat ik destijds meteen andere banden erop heb gezet. Nou, Filoretti heeft dat intussen overgenomen. Die hebben dat ook gedaan. De banden hebben zelfs een anti-punctie level 2. Dus dat betekent dat ze niet bij de eerste beste door een lek rijden. Hoop ik. En ik ga ze dan ook niet vervangen. Want ik wil eerst eens zien hoe zich dat in de praktijk verhoudt. Nou, dan hebben we dan die reflectortjes. Ik had destijds een matte black fiets, de Ace. En daar vond ik ze echt niet bij uitzien. Misschien dat ik ze er hier op zet, maar nu nog even niet. Wel de handvatten, want ja, ik heb het al gezegd bij de vorige fiets. De handvatten zijn identiek. Die zijn precies hetzelfde als bij de vorige fiets. En dat zijn nou niet bepaald echt premium handvatten. Ze voelen ook wat, ja, wat plakkerig aan en ik vind ze gewoon te dun. Ik heb liever wat stevigers, wat dikkers in mijn handen. En daarom ga ik gewoon de lederen handvatten van mijn vorige fiets gewoon hierop plaatsen. En dan haal ik deze er gewoon dus netjes van af. Geldt ook voor het zadel. Het Cell Royal zadel wat meegeleverd wordt is een hartstikke prachtig zadel. Maar ik heb nog een Brooks B17 zadel en daar zit ook nog een verende zadelpen van Ergotec onder. En deze laat ik dus mooi ingepakt en ik ga de oude zadel met verende zadelpen mooi in deze zetten. Over de zadelpen erin zetten, hij heeft een diameter van 31,8. En de klem om je zadelpen vast te zetten zit geïntegreerd in het frame. Hier zit een stevige inbus waarmee je de zaak goed vastdraait. Erg mooi afgewerkt. Goed, de handvatten hebben we behandeld, die gaan eraf. Deze ga ik in de schuur leggen, ga ik een ander zadeltje voorop zetten. Heb ik nog iets gezien in de doos? De stekker natuurlijk voor het oplaadgedeelte. En nog reflectortjes.
Er zitten nog twee reflectortjes bij. De rode is de bedoeling dat die onder het zadel geklikt gaan worden. Dat gaan we zien of we dat gaan doen. Deze witte aan de voorkant, die ga ik zeker plaatsen. Die komt dan hier op deze plek te zitten. Dus die hou ik ook even apart. Goed, dat was de verpakking in zijn geheel. Intussen heb ik links en rechts nog wat plastic en wat foam verwijderd. Ja, en hier staat hij dan. En ik ben erg blij met de aflevering. Ik ben heel gelukkig met de afleverkwaliteit. Want tot op dit moment ben ik nog niks tegengekomen waarvan ik dacht, wat jammer. Dus dat ziet er allemaal heel erg goed uit. Ik ga een en ander verplaatsen naar de schuur. En dan het volgende. Ik ga de fiets nog niet helemaal in elkaar zetten. Waarom niet? Ik ga de fiets nog behandelen met een nano-coating. Ik ga later uitleggen wat dat precies is. Maar het is in elk geval een proces waarbij ik de fiets een beschermlaagje ga geven. En om dat aan te kunnen brengen, moet ik natuurlijk wel overal goed bij kunnen. En nu heb ik de kans om overal keurig netjes bij te komen. Dus ik ga wachten op mijn coating, want die heb ik besteld bij bol.com. Dadelijk daar meer over. Ik ga nu alles naar de schuur verplaatsen. Ik zie je later terug. Nou, daar zijn we dan een dagje later. Ik kon het natuurlijk gisteravond niet nalaten om toch nog wat dingetjes uit te pakken. Om te kijken of er toch echt geen beschadigingen op het frame zaten. Nou, het goede nieuws is noppes, naden. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. En ik kon het natuurlijk ook niet nalaten, want mijn nieuwsgierigheid was groot. Om te kijken of mijn Brooks zadel ook wel mooi uit zou zien op deze ES2. En daar zit hij en ik vind het hartstikke mooi. Meteen ook de handvatten vervangen, want ik zei het gisteren al, dat is het eerste wat ik ga doen, die handvatten eraf. En inderdaad, ik heb de lederen handvatten teruggezet en ja, ze voldoen precies aan mijn verwachtingen. Ik vind ze er ook gewoon mooi uitzien. Dus wat dat betreft, de eerste twee modificaties zijn al gebeurd. Drie moet ik eigenlijk zeggen, want ook de verende zadelpen van Ergotec heb ik intussen al netjes in het frame gezet. Die ga ik er dadelijk wel weer uithalen, want ik moet bij het frame zijn, dat ga ik dadelijk vertellen. Wat heb ik natuurlijk nog meer gedaan na de unboxing? Nou, ik heb de doos netjes opgeruimd. Vervolgens heb ik toch de accu opgeladen. Daarover nog het volgende. En dat las ik in het instructieboekje. En dat is meteen een goede tip. Lees de manual toch wel goed door. Er zitten behoorlijk wat tips voor het onderhoud en het gebruik in. Anders dan de vorige keer, waarbij de manual behoorlijk gebrekkig was. Deze is erg uitvoerig. Daar las ik in dat als je voor de allereerste keer je accu gaat opladen, moet je hem wel even doorladen. En dat even, ja, hoe lang dat is, dat staat er niet bij. Ik heb zelf gekozen voor een half uurtje, 40 minuten. En toen vond ik het wel welletjes. Vervolgens heb ik natuurlijk de accu weer teruggezet in de fiets. En natuurlijk gecheckt of die het überhaupt wel deed. Of die het aanging en of alle lampen het doen. Nou, ook dat is allemaal prima in orde. Dat, ja, ze doen het. Ook het display even gekeken, alle opties die erin zitten, even snel doorgelopen. En ja, ze verschenen allemaal keurig netjes op het display. Ik heb hem nog niet gekoppeld aan de app, dat doe ik pas op het allerlaatst. Maar voor mij zijn dat wel tekenen dat de fiets gewoon in een uitstekende staat is geleverd. Ik moet ook zeggen dat de verpakking dik in orde is. Al met al denk ik toch wel dat we nu op een niveau zitten van hoe het moet zijn als je een fiets direct aan de klant levert, ja, dan moet die gewoon dik in orde zijn. En dan moet de klant ook blij zijn met wat hij krijgt en niet meteen ja, toch allerlei vervelende dingen tegenkomen. Ik ben blij, alles werkt. Het enige wat ik meteen opviel is dat als je de fiets aanzet, dan krijg je een soort hallo geluid van ik ben aan. En datzelfde gebeurt ook als je hem uitzet. Ik hoop, en dat moet ik nog achterkomen, dat je dat wel ergens kan uittoggelen. Dat je dat uit kan zetten. Want ja, het is wat dat betreft vestig je nogal de aandacht op de fiets als je hem bij de Lidl wegzet en je zet hem uit. Dan is het bijna zoiets als van, hallo, hier staat een hele mooie dure fiets met een hoop tech aan boord. En anderzijds, ja, misschien wil ik er s'avonds wel een keer stiekem tussenuit fietsen. En dan wordt het ook meteen opgemerkt. Dus ik hoop dat ik het ergens, dat is natuurlijk een geintje, uit kan zetten. Dus, wat gaan we doen vandaag? Ik zei het al, ik heb de fiets nog niet helemaal in elkaar gezet. En dat heeft te maken met het volgende. Ik wil de fiets gaan voorzien van een nano-coating. Huh? What?
wat is nou precies een nanocoating? Ik ben de afgelopen dagen daar behoorlijk mee bezig geweest om op internet daar het antwoord op te vinden. En eerlijk gezegd is het mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Behalve dan dat er nogal wat verwarring is in de spraak, want mensen hebben het over een nanocoating, hydrofobe coating, we hebben het over glascoating en een keramische coating. Nou, er zit ergens wel een verschil tussen een echte keramische coating en een nano, ofwel een glascoating. Hoewel in glas ook kristalletjes zitten, dus daar zit al een beetje die verwarring. Maar in de volksmond denk ik dat we gewoon uit moeten gaan van een beschermlaagje van silicon in combinatie met hars, wat een verbinding aangaat met jouw originele lak. Als je een microscoop zou pakken en je zou heel erg diep op de laklaag inzoomen, dan zie je dat die laag niet gelijk is. Er zitten allemaal hele kleine bobbeltjes op. Zie dat als poriën van je huid. Op het moment dat jouw fiets op dat moment zonder die beschermlaag in aanraking komt met modder en met ander vuil, is het ook wat moeilijker om dat weg te halen. Dat betekent dus dat je chemische middelen nodig hebt om je fiets goed te reinigen. Je moet het misschien wel eens een keer een hoge drukspuit opzetten. Met soms nadelige gevolgen voor jouw fiets. Nou, daar is dus een nanocoating voor. En dat zie ik als een soort waxlaag, maar dan meer dan wax. Namelijk een waxlaag die uithardt. Het is zo dat op het moment dat je het aangebracht hebt op je fiets, het nog 24 uur moet uitharden en dat je dan vervolgens een week lang ook je fiets niet echt mag wassen, want ook daarna doorloopt het proces van het aangaan van die verbinding van die extra laag, die glascoating of die nanocoating, met de originele lak. Nou, daarmee wordt als het ware de poriën van de laklaag, die gaan daarmee dicht, waardoor vuil en modder en andere zaken eigenlijk zich moeilijker kunnen hechten aan het oppervlak en daarmee dus ook veel makkelijker te reinigen is. Nou, het is ook nog eens een keertje goed voor het milieu, want op het moment dat jij je fiets moet gaan poetsen met allerlei chemische middelen, komt dat op de een of andere manier ook allemaal in de grond terecht. Nou, op het moment dat je dat eigenlijk alleen maar nog maar met water hoeft te doen, gewoon zachtjes afsprayen, sprenkelen, zachte straal erop, ja, daarmee maak je het schoon. Daarbij komt ook nog eens een keertje dat de laklaag wat harder wordt. Bij een keramische laag of bij een echte glascoating hebben ze het zelfs over hardheden van 8H of 9H. Nou, die H die staat eigenlijk voor de mensen die nog weten hoe het zat met de bruinzeelpotloden. Die hebben een bepaalde hardheid qua lood, zeg maar. En op het moment dat jij een laagje aanbrengt, een keramische laag met een hardheid van 9H, betekent dat je met een 9H... potlood van Bruinzeel of welk ander merk dan ook op je frame zou kunnen krassen. En dat zou dan geen kras moeten achterlaten. Nou, dat is niet helemaal het geval bij een gewone nanocoating. Hoewel daar ook gegarandeerd wordt dat die uithardt en dat je daar in elk geval een wat meer hardere lak door krijgt. Er worden alleen geen H-waardes in weergegeven. En dan heb je nog eens een keertje het prijsverschil tussen al die producten. En eerlijk gezegd kwam ik daar niet zo heel erg goed uit. En op een gegeven moment heb ik gemeend van, ja oké, wat wil ik nu eigenlijk precies met die laag? Nou, allereerst deze mooie eerste laag, zoals die fiets nu is, zo lang mogelijk mooi houden. Dat is eigenlijk de basisvereiste. Ik wil ook dat de lak wat harder wordt, zodat wanneer ik hier straks mijn hangslot aanhang, dat ik niet meteen kleine krasjes krijg, maar dat die beschermlaag dat juist een klein beetje voorkomt. Daarom zou ik het liefste denk ik een keramische laag willen aanbrengen. Er zijn ook professionele bedrijven die dat voor jou aanbrengen. Daar zitten ook enorme prijsverschillen. Soms wel tot €300 voor een behandeling. Maar dan is jouw fiets dan ook meteen 5 tot 6 jaar gegarandeerd voor allerlei elementen van buitenaf. Ik heb gekozen voor een betaalbaar product. En ik ben gewoon gaan kijken. Ik ben gaan googlen en ik ben reviews gaan lezen. En ik kwam uit bij Pure Nano. Ik heb dit gekocht bij bol.com. Het kost €44. Het bestaat uit twee delen. Er zit een unicleaner bij waarmee je de fiets gewoon van tevoren eerst helemaal goed moet wassen, reinigen. Dat hoeft natuurlijk niet bij deze fiets, want hij komt zo uit de doos. Natuurlijk ga ik hem nog wel voorreinigen, maar dat doe ik gewoon met een microvezeldoekje met lauw water en daarna maak ik dat droog.
Ik ga de UniCleaner dus niet gebruiken. En er zit een sprayfles in met Pure Nano. En het hele principe werkt als volgt. En dadelijk gaan we dat allemaal in beeld brengen. Is dat je hier een spray hebt. Je doet het op een droge doek en je gaat dat aanbrengen. Vervolgens moet je dat ongeveer een minuutje laten intrekken. Dan ontstaat er een soort witte waas. En die poets je dan vervolgens weer weg met een andere microvezeldoek. En daarmee zit de laag erop. Nou, dat is ook de reden waarom ik gewoon niet alles in elkaar heb gezet. Ik heb de trappers er nog niet op gezet. Want ik kan op deze manier gewoon heel erg lekker doorwerken. En word ik niet gehinderd door obstakels. Dus, dat gaan we vandaag doen. Op het moment dat ik mijn voorvelg en mijn wiel, want ook de wielen ga ik hiermee behandelen. De spaken ga ik ermee behandelen. Je kunt er zelfs andere oppervlakkes mee doen. Dus ik kan ook de lampen ermee behandelen. En het display. Nou, dat is alleen maar fijn, want dat betekent dat als het dadelijk regent en ik fiets door de regen en er komt allerlei regen op mijn fiets, dat die druppels eigenlijk gewoon meteen van mijn display afwaaien. Net als bij een auto die goed in de was staat. Nou, dat principe dus. Dus, nanotechnologie, niet al te duur. Daarmee wordt mij gegarandeerd dat ik 2 jaar lang onderhoudsvrij ben. Nou, neem ik dat met een korreltje zout. En ik ga ervan uit dat ik dat elk jaar wel een keer zal moeten doen. Nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Als ik in de rest van de tijd van het jaar geen onderhoud heb aan mijn fiets, dan alleen eventjes afspuiten en droog maken. Daarom alleen al. Mochten jullie zelf daar andere ideeën over hebben of daar meer kennis van hebben, voel je vooral vrij om dat hier achter te laten, hieronder in de video. Daar leren we er allemaal van. Ik ga dit proberen. Ik ga het uiteraard ook testen. Maar wat ik vooral heel fijn vind, is dat wanneer ik dit gedaan heb, ik eindelijk gebruik kan maken van mijn mooie nieuwe Ace 2. Dus, aan de gang. Microvezelsdoekjes tevoorschijn halen en poetsen maar. Nou, en hoe zou dat dan moeten werken? We hebben een microvezeldoek. We hebben de Pure Nano. Hiermee maken we de doek nat. Het mag best vochtig zijn en er wordt ook gezegd indien de doek droog wordt bijsprayen. Dus ik heb hier nu een aardig laagje met Pure Nano. En dan is het vervolgens de bedoeling dat je dit dan aanbrengt op je fiets. In dit geval heb ik een doenkleur en dat maakt het wel wat lastig om te zien waar ik geweest ben. Ik zie het iets licht opglinsteren waardoor ik zie dat het een beetje vochtig is. Dit ga je wel veel beter zien op de zwarte onderdelen. Dus mensen die de Ace Black of de Graphite of de Jet Black willen behandelen, die gaan dat veel beter zien waar ze gebleven zijn. Overigens is dit ook uitstekend geschikt voor de matte kleur. Het is niet zo dat hij dan gaat glimmen. Nee, hij krijgt een zacht satijnen glans. Maar ook de matte black is een lastige kleur en alleen daarom al in elk geval iets van een coating aan te bevelen. Nou, dan moet je dat ongeveer 1 minuut, 2 minuten laten indrogen. De doek is al behoorlijk droog, dus je hebt toch al wat aardig wat spul nodig. Nou, de bedoeling is dan dat je dan een soort witte waas krijgt. Nou, dat wordt lastig op deze kleur, zoals ik net al zei. Dus ik gok het gewoon eventjes op basis van de tijd, 1 minuut. Dus dat betekent dat ik zo meteen dit met een droge vezeldoek goed ga navrijven. En ja, dat is eigenlijk dan, zou dat voldoende moeten zijn. Ondertussen ga ik natuurlijk ook de wielen doen. Daarom is het alleen maar handig dat hij hangt, want dan kan ik dadelijk op een krukje gaan zitten. En dan heb ik het dadelijk ook zo een keertje klaar. Als die fiets dan helemaal in de coating zit, zoals gezegd, ga ik hem 24 uur laten uithouden. Dat betekent dat ik hem hier netjes in de schuur laat staan. En dan kan ik morgen kan ik dan voor het eerst gebruik maken van deze fiets. Het is de voorbereiding meer dan waard, denk ik. Zoals ik al zei, ik wil deze fiets uiteraard zo lang mogelijk mooi en fris houden. Nou, ik denk dat dat een goede tip is om in elk geval met jouw kostbare fiets te doen. Een stukje bescherming. Daarnaast is het ook nog behoorlijk vriendelijk voor het milieu, want je hoeft inderdaad door het jaar heen niet je fiets te reinigen. Chemische middelen. Dus ook daarom zou ik het willen aanbevelen. Ik ga nog even door met de details en met de wielen.
Het scherpje ga ik ook doen. Ik zie dat er ook wel wat lijmresten op zitten van het afdekscherpje folietje wat erop zat. Dat ga ik eerst heel voorzichtig met een stikkenverwijderaar ga ik dat weghalen. En dan ga ik ook het scherpje behandelen met nanotechnologie. Dan nog het stuur en de handremmen en nog andere zaken zoals de standaard. En de trappers uiteraard. Dus ik ga nog eventjes verder. Nou, voor wat betreft de Pure Nano. Ik weet het niet, daar gaan we achter komen. Nogmaals, heb je daar meer kijk op, laat het dan in deze comments eventjes weten. Want dan hebben we allemaal wat aan jouw informatie. Ik ga nog even door, zoals ik zei. Kom ik dadelijk weer bij jullie terug. Komen we bij het plaatsen van het slot. En waar ik achter kwam, is dat wanneer ik het slot wil plaatsen, en dat moet ik natuurlijk wel zo doen, dat ik dan wat weinig ruimte heb, waardoor ik bang ben dat ik met deze zijkanten de spatbord beschadig. Nou, dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik heb voor de zekerheid even wat tape over het stuk geplaatst waarvan ik denk waar het slot het makkelijkste op gaat. Om in elk geval te voorkomen dat ik al meteen diepe krassen maak en dat het op mijn eigen schuld is. Nou, dat wil ik ten koste van alles voorkomen. Dus ik ga proberen om te kijken of ik de plaats goed heb ingeschat. Ja, dus. Nou, heel goed is dat ik tape heb gebruikt, want anders dan had ik waarschijnlijk het spatbord inderdaad echt beschadigd door die laatste tik. Nu moet ik alleen nog even uitvogelen welk gaatje dat hier nou het meest geschikt voor is. Dus daarom moet ik hem eerst even op slot maken. Dan weet ik het precies. En het gaat het onderste gaatje worden, oftewel het derde gaatje van boven gezien. Ja, het onderste gaatje. Kijk, geheid dat dat een beschadiging was geweest. Als ik dat niet afgeplakt had. Nou, goede tip. Doe er iets mee. Zo. Het slot zit ook. Waar het nu over gaat is dat de fiets nu volledig in elkaar zit. En alles werkt zoals het moet werken. Even snel een resume daarvan. Tijdens het coaten van de fiets heb ik natuurlijk ook andere onderdelen aangebracht, zoals het wiel en de trappers. En dat ging allemaal precies volgens de handleiding. Er is ook een instructievideo van Veloretti zelf op YouTube. De link hieronder is te vinden onder deze video. Daarin staat eigenlijk gewoon stapsgewijs hoe je die fiets uit de doos moet halen en hoe je hem vervolgens in elkaar moet zetten.
Nou, tijdens dat in elkaar zetten ben ik in elk geval geen rare dingen tegengekomen. Alles ging zoals gepland. Neem er wel je tijd voor. Ga niet heel gehaast te werk. Doe alles op je gemak, dan komt dat helemaal goed. Nou, de fiets heb ik tijdens het koten meteen ook voorzien van de trappers en het voorwiel. En nou ja, goed, alles gedaan wat nodig is om die fiets rijklaar te maken. Uiteindelijk, het resultaat is een prachtige fiets die hier staat in een prachtige kleur. Die goed geleverd is, zonder schades. Alles klopt, alle onderdelen waren aanwezig. Het enige wat mij niet lukte was het koppelen van de app. Ik kreeg meteen een internal error en ik moest het later nog maar een keer proberen. Dus proberen. Nada, noppes, niks. Nou, het was vrijdagmiddag, 4:15, dus ik heb support gebeld. Ik kreeg vrijwel meteen een vriendelijke jonge man aan de lijn. En die zei, oeh, dat is wel heel erg vervelend. Maar ja, ik zei van, ja, jullie zitten natuurlijk ook op punt om te stoppen. Nou, stuur in elk geval zeker even een mail, dan wordt dat doorgezet. En dan wordt dat opgepakt. Dus ik had eigenlijk in mijn hoofd, nou ja, het is vrijdagmiddag 5:00, die mensen gaan ook naar huis. En ik had het eigenlijk gewoon geaccepteerd dat dat maandag opgelost zou gaan worden. Nou, diezelfde avond was ik toch nog een beetje aan het prutsen en aan het kijken naar mijn fiets. En dacht, nou, ik ga het toch nog maar eens een keertje proberen. En voilà, het koppelen lukte ineens wel. Nou weet ik niet of dat komt doordat Veloretti op dat moment toch nog iets gedaan heeft. Van de andere kant zou het ook wel eens kunnen komen dat het gewoon door mijzelf komt. Want ik was op een gegeven moment aan het fidelieren. Koppel. En in één keer ploepte die. Ja, lukte het. Nou ja, mysterie. Feit is dat die netjes gekoppeld is. Dat betekent ook dat ik een aantal dingen nu kan aanpassen. Zoals het belgeluid. Want het belgeluid zoals het standaard aanwezig is. Dat is net alsof je een torpedo af gaat schieten. Dat geluid van een onderzeeboot. Er is ook nog een klassieke bel aanwezig. Nou, die vind ik dan wat leuker. Dus die heb ik er maar op geselecteerd. In de toekomst komen er meer belgeluiden via de app onze kant op. Nou, ik ben benieuwd. Het wordt een hele feest op de weg. De bel is goed te horen. Had iets harder gemogen. Maar ik vind het een prima bel. Goed, wat nog meer? Trappers zitten er netjes op. Alles zit voor elkaar. Dan kom je natuurlijk ook nog bij het punt dat je de fiets moet kalibreren. Nou, ik heb hem aan haken hangen. Nou, dat gaat dan vrij eenvoudig. Hè. Je selecteert de optie kalibreer en Violo. Dat is namelijk die naaf hier. Die Violo Automatic Shifter. En vervolgens ga je aan de trappers draaien en gebeurt er van alles in die Enviolo naaf. Die gaat wat setpoints opzoeken en je voelt op een gegeven moment ook wat minder en wat meer weerstand. En op een gegeven moment is de kalibratie klaar en volledig afgestemd op alles van Veloretti. En ja, wat mij er meteen ook in opviel is dat de rotaties per minuut nu wel onthouden worden. Dat op het moment dat ik de fiets uitzet met een RPM van 40 en ik zet hem daarna weer aan. Staat hij ook netjes keurig op 40 en fietst ook daadwerkelijk in die cadans weg. Nou, dat is een echte verbetering ten opzichte van de Ace One. En ik kan het toch nog niet nalaten om toch even mijn woord te richten aan Veloretti in deze. Jullie hebben aangegeven nog bezig te zijn om ook te zorgen dat de Ace One gebruikers een techniek update, een firmware update zouden krijgen waarbij ook zij de cadans kunnen laten onthouden, dat zij dus niet steeds afhankelijk zijn van de telefoon om de gewenste cadans te selecteren bij aanvangrit. Nou, dat duurt nu allemaal wel heel erg lang en ik geloof ook niet heel erg hard dat zeg maar die ontwikkeling daadwerkelijk ook nog naar onze Ace One gebruikers. Nou ja, dan lijkt het me dan toch op zijn minst een geste die ik ook een aantal vlogs geleden heb geopperd om in elk geval één of meerdere QR-codes ter beschikking te stellen voor Ace One gebruikers met bijvoorbeeld een QR-code waarin de basis start RPM 45, 40 of ja, misschien wel 30 kan zijn. Nou, stel die dan in elk geval ter beschikking. Nou, dan kunnen die mensen die fiets opnieuw instellen met die QR-code. En op het moment dat zij die fiets dan altijd starten, start die in elk geval op in de door hun gewenste rotaties per minuut. Nou, misschien is dat een zwakte bot. Ik snap dat je er zo over zou kunnen denken, beste Veloretti. Maar op een andere manier zie ik niet dat onze Ace One gebruikers tevreden worden gesteld door jullie. Nou, dan lijkt me dat toch op zijn minst een kleine vriendelijke geste om die mensen op zijn minst op die manier toch nog tevreden te houden. Want dat verdienen zij.
Net zozeer als dat jullie verdienen dat jullie met een doorontwikkeling nu wel degelijk die features in een nieuwe fiets hebben gebouwd. En dat die fiets daardoor juist heel erg aantrekkelijk is. Nou, dat gezegd hebbende. Ik ben heel erg blij met de aankomst van deze fiets. Ik hoop dat ik jullie in elk geval een beetje heb mee kunnen laten kijken in hoe ik het allemaal gedaan heb en hoe ik het ervaren heb. Volgende keer kom ik terug en dan ga ik natuurlijk vertellen hoe het gegaan is, de kilometers die ik nu de komende weken ga maken. Ik zal ook meteen laten zien, hopelijk, het effect van de nanocoating. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van in elk geval deze review, unboxing en montage vlog, zullen we maar zeggen. Ik ga vooral heel veel plezier hebben van deze fiets. Ik zie jullie heel snel terug. Tot de volgende. Bye bicycle.